Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Het is stil hier, het is zo stil. Jam, Sam en Jordi zijn naar school. Ik heb ze naar schooltje gebracht. Dus dadelijk ook weer ophalen, want het is al 10 over 11. Tegen 11:30. Sam op gaan halen. En ik ben boven bezig geweest. Ik heb al mijn was opgevouwen. Ik heb de bedden verschoond. Dus dat is allemaal gebeurd. Ja, hier beneden heb ik niet veel gedaan, want dadelijk komt de Bambi's bende weer thuis en er wordt weer één grote bende. Dus ja, ik ben wel de hele tijd bezig geweest, dus dat is goed. Qua eten hoefde ik niet zoveel te regelen, want vanavond doen we lekker frietjes halen. Ik zei tegen Niels, hij zegt, ik ben toch op tijd thuis. Hij zegt, doen we frietjes halen. Ik zei, ja, is goed, fijn, dank u. Dus dat is wat we doen. En dan moet ik straks nog heel eventjes naar de winkel om voor morgen het ontbijt te doen. Want morgenochtend om 7 uur staan ze hier al aan de deur om dat gedeelte te betegelen en te bestraten. Want het zou eigenlijk dinsdag gebeuren. Is niet doorgegaan, want de stenen waren er nog niet. Zouden ze gisteren geleverd worden? Zouden ze het gisteravond gaan doen als ze het geleverd waren? We zijn nog steeds niet geleverd, want... ze kwamen met een hele grote vrachtwagen, terwijl dat niet op die vrachtwagen moest, want dat was anders geregeld. Maar goed, hè? Vanochtend zijn ze dus met een andere soort vrachtwagen gebracht en ze staan hier nu voor de deur. En morgenochtend komen ze erin leggen, om 7 uur al. Dus ik moet morgenochtend even ontbijt regelen voor de mannen. Ik ben zo opgevoed door mijn ouders, door mijn opa en oma, dat waar gewerkt wordt, daar moet gewoon goed voor gezorgd worden. Dus... dat sowieso, dus ik ga zorgen dat ik morgen een beetje ontbijt voor ze kan maken. Gebakken ei met een broodje of zo. Dus dat. En dan ook gelijk een goed begin van de dag natuurlijk. Dus ja, dat is waar ik mee bezig ben. En ik heb dan al mijn was gedaan en alles. Dus ik ben alleen maar bezig geweest sinds ik thuis ben. En nu ga ik heel even zitten. Voor een minuut of 20. En dan kan ik... Sam op gaan halen. Dat is wat de bedoeling is. Heel soms merken we aan Liam dat het een te drukke dag voor hem is geweest. En hij wil zich dan afzonderen. En dat snap ik. Alleen het ding is, ik laat hem niet alleen naar boven gaan. Dat vind ik gewoon echt te eng. Maar wat Niels en ik nou hebben verzonnen, is dit. Dat heb ik al een keertje in de vlog laten zien. Maar alles wat wij doen heeft een reden. Nu kan hij hier lekker in zijn uppie. Even zitten. Drinken. De enige die hier ook mogen komen, dat zijn ik en Niels. Voor de rest, als een van die andere twee zou komen, dan wordt hij boos. Dus ja, zo doen we dat. Ik merkte gewoon aan hem dat hij echt overprikkeld was. En dat gaat hij dan botvieren op alles en iedereen wat er hier in de omgeving staat, zit, doet. En dat is dus niet de bedoeling. En zo komt hij even tot rust. Het is ook niet zo dat ik dit elke dag doe, hè. Dit is ook puur en alleen voor nu. Jo, vouw eens op. Als hij dadelijk klaar is met in zijn schulp zitten, dan komt hij er vanzelf wel weer uit. De boel is weer opgeruimd hier, met de bende van ellende. Boven op zolder hebben we ook even opgeruimd, toch? Ja. En morgenochtend om 7 uur staan er al hier mensen aan de deur om mijn tuin in orde te maken, zodat wij die ook zomaar klaar kunnen maken. Een goede morgen. Het was vanochtend 6:45, denk ik zo. Ik heb voor de heren net allemaal een broodje ei gemaakt. Zijn ze nu aan het eten. Voor Liam, Jordi en Sam doe ik een sandje maken en wat we zondags een beetje doen. Ik vind het wel lekker. Dus dat is wat ik ga doen. De heren zijn hard aan het werk daar. Kindjes hebben eten. En nou is mama aan de beurt. We hebben de hele dag bezoek gehad. En ik heb verder eigenlijk niet echt de behoefte gehad om mijn camera erbij te pakken. Niels is nog naar een verjaardag geweest. Morgen ga ik nog naar een verjaardag. En ondertussen zijn we... is Niels ook in de tuin bezig geweest samen met de rest. Dan laat ik morgen zien hoe dat is geworden.
De tuin kunnen we dan ook zomaar klaarmaken. En net is het bezoek weg. En ik ga nog even opruimen, want het is een bende. Dus dat moet even opgeruimd worden. Gaan we doen. Bye. Goedemorgen. Goedemorgen. Doe maar zwaaien. Nee, nee. Goedemorgen. Kom dan, Nia. Doe je mee? Duimpje. Duimpje omhoog. Doe je. Duimpje omhoog. Goedemorgen. Wauw. Yay. Okay. Zo. Goedemorgen. Wauw. Goed gedaan van jou. We hebben een drukke dag vandaag, Niels. Ja. Ik ga de tuin opruimen. Ja. Ik heb nog wel andere klusjes in huis die ik af moet maken. Dus ja, daar gaan we. En ze waren vanochtend om 7 uur allemaal wakker. Ja, alleen ik niet. Ik was een uur later pas wakker. Een uur? Ja. Anderhalf. Ook goed, anderhalf uur, maakt niet uit. Mm-hmm. Mag ik ook even? Oh. Wij waren al lang allemaal... Ja, laat me lekker. En nou laat ik de kinderen lekker bij mama. Ja. Mama gaat dadelijk een keer ontbijt maken. En dan Niels die gaat gewoon lekker in de tuin van alles doen. Een keer, noem maar zingen. La 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 la. Ja, dag, de mensen kunnen toch niet thuis zingen? Ah, is dat net zo mooi te zingen? Ja, kun je maar zingen? La 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 la. Ik kan sowieso niet zingen hoor, mensen, dus sorry voor jullie oren. We gaan zingen. Zeg je? Halleluja. Doet, doet. Ja. Ja. Ik weet ook al wat voor stijl het is. Het is de Grunstijl. Nee, nee, nee. Ja, dat is zo'n Grunstijl. Hij is zo praat. Oh nee, zingt. Hij wordt later grunge. Nee, niet grunge. Ja, in ieder geval schreeuwzanger. Ja. Ja, papa. Oh. Oh nee, oké. Okay. Ik kan niet zingen, hè? Oké. Okay. Klap eens in handjes. Blij, blij, blij. Op Liamsen. Polletje. Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Liamsen zij. Zo vaart onze lily voorbij. Ik ben bezig met ons zondagsontbijt. En ja, wat gaat er eigenlijk altijd op? Sowieso eigenlijk altijd wel croissantje en een eitje. Sam houdt niet zo van eitjes, maar ik blijf het hem wel aanbieden. Dus hij krijgt een half eitje. Jordi houdt ook niet zo van eitjes gekookt. Maar die krijgt ook een half eitje. Dus dan doe ik die met Sam en Jordi delen. Croissantjes natuurlijk. Of als ik een keer chocolade croissantjes heb. In ieder geval, ze krijgen iets van brood op hun bord. Dan heb ik ook fruit. Jordi krijgt geen druifjes. Want dan kan hij qua darmen niet verwerken. Dat kan verstopping veroorzaken. Maar Jordi krijgt wel aardbeidjes. En ik kan nog wel eens een keer een kiwietje erop leggen. Of wat dan ook. Het is eigenlijk gewoon je fantasie gebruiken. Maar gewoon eigenlijk gewoon voldoende op het bord leggen. Dat ze zelf kunnen kiezen wat ze eten op dat moment. En nou lijkt het veel wat ik jullie laat zien, maar het wordt verdeeld over 3, hè. Dus sommige dingen krijgt Jordi wel, sommige dingen krijgt Jordi niet. Maar daar is rekening mee gehouden. Maar wat ik er dus op doe is druifjes,
Als we het hebben over het bord van Liam en Sam bedoel ik dan. Hè? Kijk, Jordi is een geval apart wat dat betreft. Die krijgt gewoon aangepast. Druifjes, aardbei, kaasje, worstje. Ik doe ook wel eens boterhammenworst. Of ik doe ook wel eens kaasje met de kaasschaaf. Of... Het is gewoon... Ik doe ook wel eens gebraden gehakt. Doe ik ook wel eens komkommetje. Ja, dit is eigenlijk... de komkommer krijgt Jordi niet. Maar de rest krijgt hij dan weer wel. Liam die houdt heel erg van augurk en zure uitjes. Dus dat doe ik er ook bij. En dan maak ik eigenlijk het bord vol. En dan hebben ze eigenlijk de keuze om zelf iets... om zelf... pakken waar ze zin in hebben. Het hele ding is, Liam eet nu heel slecht en ik ben ervan overtuigd dat als ik het zo doe, wat ik dus eigenlijk altijd op zondags doe, dat hij gewoon beter eet. Heel soms doe ik ook nog wel eens iets zoets bij, of ik smeer het op het croissantje of een zoetigheid in de vorm van hij krijgt een stukje chocola of wat dan ook. En dan eet hij ook gewoon prima en goed. Dus ik meen dat dit fenomeen wat ik hier maak monkey platter heet. Als je op Google intypt monkey platter, dan snap je een beetje wat mijn bedoeling hierin is. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje wat ik op zondag altijd op hun borden doe. Ik ben er gewoon van overtuigd dat ze dan beter eten. Dan hebben ze de keuze zelf om iets te pakken wat ze willen, waar ze zin in hebben. En dan denk je, oh, dat lijkt me ook wel lekker en dat proef ik even. Soms komt er iets totaal nieuws bij. Zoals bijvoorbeeld paprika, wat ze niet zo super lekker vinden, maar wat ze echt wel proeven. Ja, zo doe ik het gewoon. Ik vind dat gewoon fijn en prettig. Om te zien dat ze zo ook nieuwe stukjes eten ontdekken. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik erop doe. En dan doe ik dadelijk het eindresultaat wel even laten zien. Ik moet even snel zijn, want ik heb hier een zeurend kind. Hij heeft honger. Dit is die van Liam. Dit is die van Sam. En dat is die van Jordi. Smakelijk. Holly, hallo, hallo, hallo. Het is hier druk. Niels is bezig geweest met... Je ziet hem hier. Zandbakje. Er moet nog zand in, maar die hebben we gewoon klaar liggen. Ik moest, toen hij daarmee bezig was, moest ik even naar verjaardag toe. Daar ben ik geweest. Inmiddels ben ik weer terug. En wat Niels heeft gemaakt is dit. Een glasplaat. Yay! Ik heb een glasplaat. Eindelijk na jaren. En Niels is bezig met de verlichting. Zodat ik ook boven verlichting weet ik. In ieder geval, hij is daarmee bezig dat het allemaal werkt. Dus, top. Ondertussen moet ik dadelijk eten gaan koken. En ja... Van alles opruimen, et cetera. Podcastje aanzetten. En gaan met die banaan. Trouwens, ik zou jullie ook nog even meenemen naar de tuin. Om te laten zien wat er nu gemaakt is. Niels die gaat nog even knutselen. Het kindje ligt in bed. Zijn ik ga gedoucht. Nog iets niet op de vormbak. Ja, want ik zei dat er anders zand doorheen kwam. Dus Niels die is eventjes iets aan het bedenken geweest. En dat gaat hij nu oplossen. Ja. Kindje ligt al te slapen zelfs. Die zijn gedoucht en getandenpoetst en genaars geknipt. Ik ga binnen opruimen, brood smeren, alles klaarleggen voor morgen. Dus bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.